Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. In deze aflevering gaan we deze dikke RSQ8 nog dikker maken. We hebben dus weer een nieuwe RSQ8 binnengekregen. En zoals je kan zien, is die vanuit Audi echt al goed aangekleed. Hij heeft aan de voorkant carbon, aan de onderkant carbon, aan de zijkant op de spiegel zit carbon, op de achterkant carbon. De eigenaar heeft gewoon alle boxes die hij aan kan checken, heeft hij aangecheckt. Dus dat is op zich een hele goede basis. En toch kunnen we hier nog veel meer aan doen. En we gaan hem wrappen, binnen en buiten. We gaan de velgen spuiten, we gaan hem verlagen door middel van een module waardoor je met je telefoon hoger of lager kan zetten. Of met de settings in je Audi menu, dus dat is heel erg tof. We gaan de uitlaat aanpassen met andere downpipes, want daar zit eigenlijk de eerste restrictie. Er zit een OPF in deze auto origineel en we gaan deze nu vervangen voor downpipes zonder OPF, dus die heeft een filter minder. De katalysator is iets ruimer, waardoor die meer geluid gaat maken, maar ook meer vermogen oplevert. We gaan hem afstellen op de dyno. We gaan, als de wrap erop zit, want er komt een glanswrap op, gaan we de wrap ook helemaal voorzien van een glascoating, zodat die ook die wrap weer helemaal beschermd is. Even een kleine update bij de RSQ8, want zoals je ziet zijn de jongens druk bezig. Bjorn is aan het rappen aan de auto. Leslie die is bezig met de carbondelen te voorzien van X-Pel, want ja, die worden niet gerappt, maar moeten wel beschermd worden. En hij moet eigenlijk vandaag al helemaal klaar zijn, nou, klaar tot op zekere hoogte in ieder geval met het rappen, het aanbrengen van de polies. Want we gaan morgenochtend met de auto naar de testbank. Daar wordt hij klaargestoomd voor een stage 2 tuning. Dus de downpipes die zijn al gemonteerd. En nu gaan we ook zorgen dat de software wordt aangepast op die aanpassing.
dus in de RSQ8. En de reden dat wij nu meer rijden is omdat die ook gechipt is. Ja, op de testbank. Ruim 720 pk. Dat is best wel bizar. 1051 Nm, maar dat is wel enigszins begrensd nog. Maar de eigenaar heeft ons iets verzocht van deze auto. Ja. En zijn verzoek was eigenlijk dat hij zou zijn auto komen brengen, er zou van alles mee gebeuren. Juist. Maar er moest wel een video van gemaakt worden. We moesten alles. En we moesten zeker bij het maken van de video, ja, alles laten zien, waaronder het ook rijden. Ja, ook de 0 naar 100 tijden. En de 0 naar 100 tijd. Ja, dus we hebben drinking mee. Daar heb ik deze mooi van meegenomen. Het is eigenlijk niet bedoeld om dit op de openbare weg te gebruiken. En dus daarom wij gaan naar een afgesloten weg. En, om even te testen. Ja, om dan te testen. Maar het is niet de bedoeling dat je even lekker in je woonwijk even je kwart maaltijd gaat testen. Want dan ben je echt niet goed bezig. Nee. Wat doet een RSQ8 standaard 0 tot 100? Ja, weet jij het? Ik niet. Volgens mij is het rond de 4. Rond de 4? Dat zou ik moeten kunnen opzoeken. Of 3.8 of zo? 3.8, dat is wel heel snel. Ja, het is natuurlijk ook wel echt serieus veel vermogen wat hij standaard al heeft. Hij heeft standaard 600 pk en 3,8 seconden naar de 100. Dat ding weegt 2290 kilo. Dat is wel 3,8 standaard. Ja. Dat is wel bizar. We hebben een rechtstuk afgesloten weg voor ons. We hebben een draggy, we hebben een RSQ8, 720 pk. 1051 Nm. Laten we kijken wat hij doet. Oké, gaan we, ja? Ja. Wat doet hij? 3,92. Oeh, dat kan sneller. Hij is wel snel. 3,87 nu. Hij is wel snel. Deze was beter, man. Ja, hè? Wat denk je? 3,6. Wat? 3,7? Ietsjes minder. Minder? 3,52. Dat meen je niet. Ja, 3,5 seconden. Ja, het was serieus snel. Net gehoord hoe deze klinkt ten opzichte van de standaard RSQ8 en dat verschil is extreem. En nu gaan we laten zien hoe de verlaging van deze auto werkt, want deze is standaard al voorzien van een luchtvering. Nou hebben wij een module geïnstalleerd waarbij wij via de mobiel kunnen instellen hoe hoog je de rijhoogte wil hebben. Daarna, als je hem bijvoorbeeld zegt op 20 mm verlaging voor en achter, dan kan je hem zelfs al met het audio menu bedienen als je hem hoger wil hebben staan, maar ook de hoogste stand is dan 20 mm lager ten opzichte van het origineel. Nu staat hij vrij laag, op zijn laagst. En ik vind dit persoonlijk echt de allervetste stand voor deze auto. Ziet er echt geweldig uit. Maar ja, om te demonstreren gaan we laten zien wat er gebeurt als we hem in de app omhoog zetten. Dus de app is als volgt. Je ziet een afbeelding van de Audi RSQ8.
En daaronder zie je front en rear. En dat houdt heel simpelweg gezegd in dat je de voorkant afhankelijk kan verstellen van de, of onafhankelijk kan verstellen van de achterkant. Nu staat hij op zijn laagst, want hij staat op min 30 mm voor, als min 30 mm achter. Je kan zeggen dat je de achterkant bijvoorbeeld hoger wil hebben dan de voorkant, en dan doe je simpelweg naar bijvoorbeeld min 22, als dat is wat je precies wilt. Dus dan is die in zijn totaliteit is die dan dit verlaagd. Dus zet je hem in het Audi-menu op zijn hoogste stand, is die 30 mm lager dan normaal in zijn hoogste stand. En dat geldt dan ook met de achterkant, dat die dan 22 mm lager is. Als je hem in zijn middelste of zijn laagste stand hebt, heb je ook weer diezelfde verhouding, zeg maar, ten opzichte van origineel. Ja, wij vinden de laagste stand het mooist en dat is 30 mm verlaging. Ten opzichte van de laagste stand die Audi al kende voor deze auto. Dus daar laten we hem in. En dan aan de eigenaar om te bepalen of dat hij dat zo mooi vindt of dat hij hem anders gaat instellen. We gaan een rondje om de RSQ8 doen om te laten zien wat we allemaal aan deze auto hebben gedaan. En dat is nogal wat. Je kan het al zien. De kleur is veranderd naar Innersdeck Nardo Grey. We hebben het exterieur gedaan, maar ook de instap en ook de binnenkant van de deuren. Dat heeft nog best wel wat moeite gekost, want de folie wilde niet helemaal 100% hechten bij alle vormen van de deur. Dus daar hebben we een soort primer voor gebruikt. Om te zorgen dat ook daar de folie er perfect op zit. En als je denkt, nou die folie kan er daarna nooit meer af. Dat is natuurlijk niet het geval, want het blijft gewoon een tijdelijk iets. Of dat je het een jaar, twee, vier, vijf, zes of tien jaar laat zitten. Dat kan in ieder geval. Maar het is in ieder geval te verwijderen, dat is het belangrijkste. Een ander grote wijziging aan het uiterlijk van deze auto is het tinten van de ruiten. De achterste ruiten die waren origineel Audi al getint. En dat ziet er super strak uit. Maar daardoor krijg je vaak wel een heel groot contrast met de voorkant. Dus we hebben de voorste zijruiten en de voorruit hebben we getint. En die zorgt ervoor dat er een mooi verloop in zit en dat je geen viscom effect krijgt. Want het zijn een grote raampartij, het is een grote auto. En dan wil je natuurlijk het beste resultaat dat het er super strak uitziet. De velgen hebben normaal gesproken twee kleuren. De kopse kant is gepolijst en we hebben deze helemaal hoogglanzend zwart gespoten. Uiteindelijk hadden we de wielen er weer opgezet en toen bleek dat de wielen net iets te ver naar binnen vielen. Dus hebben we spacers van 10 mm dik gebruikt. Dus dat betekent dat elk wiel 10 mm verder naar buiten komt. En 10 mm is niet heel veel, maar hij had ook niet heel veel nodig. Dit is letterlijk echt voor de finishing touch. Dus zowel voor als achter is er 10 mm bijgekomen. En kijk hoe dat die aan de wielkastranden staat. Dit is gewoon hoe je een auto moet hebben rijden. Het carbon op de auto, de spiegels, de grill, de bumperlip en achter heeft hij ook nog wat carbon. Die zijn allemaal voorzien van X-Pel Ultimate Plus. Dus dat is een transparante lakbeschermingsfolie. Dus die beschermt tegen steenslag en tegen andere invloeden van buitenaf. En dat is om te zorgen dat het carbon helemaal in perfecte staat blijft. Want het is natuurlijk duur materiaal zoals de meeste mensen weten, dus dat wil je niet stuk hebben. Koplampen hebben we ook voorzien van X-Pel. Want vaak als een auto al een jaar oud is, dan zie je dat als de lichten aangaan, zie je allemaal spikkeltjes op het glas. En dat is de steenslag. Dus om dat te voorkomen hebben we ook daar weer een folie overheen getrokken. En de wijziging in het interieur zijn de interieurlijsten en het middenconsole. Die zijn normaal gesproken hoogglans zwart, maar dat is heel erg gevoelig voor vingers. Vette vingers, op het moment dat je het iets aanraakt, zie je gelijk je vingers erin staan. En als iets irritant is, is dat het wel. Dus daar hebben we X-Pel op geplakt. Dat is daar minder gevoelig voor. En dan hebben we zelfs nog de X-Pel Stealth variant erop geplakt. En Stealth is een matte vorm van X-Pel. En nu is die gewoon heel goed in onderhoud. De vette vingers komen er niet zo makkelijk op. En als ze erop komen, dan vegen ze zo weer af met een doekje. Stel, het krast een beetje en door warmte van de zon of iets dergelijks,
dan trekken die krasjes trekken uit de X-Pro. Het is een zelfherstellende folie. Dus dat is top. En eigenlijk, heel eerlijk, ik vind het er nog mooier uitzien ook. Dus gaaf. Ik ga even naar de andere kant lopen. De camera blijft hier. Want ik ga even laten zien wat we nog meer hebben gedaan. Dat is nog een klein detail. En dat is namelijk de zonneklep. Normaal gesproken zit hier dus zo'n hele grote vlak op, een geel vlak, met pas op, airbag, bla bla bla. Aan de binnenkant idem. En we hebben deze klep vervangen voor een Engelse variant. En daardoor zit er dus geen sticker meer, want in Engeland is dit de bestuurderszijde, waar dus logischerwijs geen sticker zit. Nou, buiten dat hebben we het interieur natuurlijk gewoon even helemaal netjes gemaakt. Maar dat hoort erbij. Het exterieur is tenslotte ook helemaal strak gemaakt. In is voorzien van een coating. Om het onderhoud weer makkelijk te maken. En dat brengt ons bij het finale onderdeel. En die vindt plaats onder de kap. Kijk. Dit is het hart. Het monster van de auto. Je ziet er niks aan. Maar hier hebben we toch wel wat aan gedaan. Want onder deze kap zit namelijk een deel van de uitlaat. En dat is het voorste deel. Dus vanaf de turbo krijg je als eerste de katalysator en het OPF. Een filter die heel erg veel geluid tegenhoudt, samen met de katalysator. Dus die twee buizen die hebben we vervangen voor een versie zonder OPF en met een race-katalysator. Een race-katalysator die is wijder, zeg maar, dan een standaard-katalysator is. En dat zorgt ervoor dat hij veel meer geluid doorlaat. Standaard hoor je eigenlijk geen gegorgel, zoals ik het wil noemen, op het moment dat je van het gas afgaat, maar nu wel. Dus heb je even een stukje het gas ingetrapt en je gaat er vanaf, dan hoor je een beetje gorgelen, dan hoor je dat gerommel en de knalletjes die je verwacht te horen van een RS. Dat hoort er gewoon bij en dat heeft uiteindelijk ook weer bijgedragen met het vermogen van de auto. We hebben deze op de testbank afgesteld en hij heeft ruim 720 pk. En 1050 Nm koppel. Hij is begrensd op koppel en dat is omdat deze versnellingsbakken niet heel veel meer dan dat aankunnen. En dan denk je, hoezo kunnen ze niet meer aan? Misschien omdat 1050 al extreem veel is. En dat merk je vooral als je erin gaat rijden, want hij is bloedsnel. Zeker voor zo'n auto. Heel tof. Iedereen weer bedankt voor het kijken naar deze video. Wat een onwijs gaaf project was dit. Barry weer bedankt. Like de video ook eventjes als je hem ook echt leuk vindt. Abonneer op ons kanaal. En uiteraard zie ik je graag terug bij de volgende video van Absolute Motors.